Chantal Vergouw, jij bent directievoorzitter van Interpolis, grote werkgever hier in de regio. Ik wil heel graag met je praten over de universiteit, samenwerking met de universiteit. Hoe is die op dit moment? Ja, nou, de universiteit is echt voor ons een bekende partner. Is ook een kenniscentrum, dus we komen elkaar eigenlijk heel veel tegen. In Brabant, wat echt, zoals ik het ook herken, echt een netwerkregio is, is de universiteit eigenlijk overal vertegenwoordigd, in allerlei gremia. Soms is die rol duidelijk, maar soms ook wat onduidelijker. En op dit moment werken we vooral samen op specifieke topics. Hè? Bijvoorbeeld op Mindlabs, maar ook als er een specifiek vraagstuk is. En wij denken dat er iemand beschikbaar is die daar verstand van heeft. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn of Ton Wildhagen. Dan maken we contact en die contacten liggen er ook. Dus die zijn dan makkelijk gemaakt. Op structurelere basis, dat we echt ook grote thema's vastpakken en commitment tonen met elkaar om dat de komende jaren samen met nog anderen verder te brengen, dat is nog minder. Het is dus allemaal redelijk ad hoc. Ja, ja. En dat gebeurt dan wel via dat Mindlabs, maar dat zou wat jou betreft wat meer structureel mogen zijn. Ja, het is nu in Mindlabs en ook op incidentele basis raken we elkaar aan. Nogmaals, omdat zij een kennisinstituut zijn en wij soms kennis nodig hebben, bijvoorbeeld over gedrag, omdat wij echt ook een partij zijn die heel erg zit op preventie bijvoorbeeld. Mm-hmm. En awareness op grote thema's willen creëren, dan is, hebben zij de capabilities en de expertise om dat in te brengen. En dan is het lijntje snel gelegd. Hè? Dus dat is weer die netwerkregio. Het is niet dat iedereen op zijn eigen eiland zit. Maar het is niet zo dat wij samen vanuit ondernemingen, onderwijs, overheid, een structureel overleg met elkaar hebben waarbij we zeggen, hey, welke grote fricties in de samenleving, in de regio zien we nou? Waarbij wij schouder aan schouder met elkaar dat willen oplossen en allemaal onze skills inbrengen. Of onze perspectieven of onze belangen. Daar zou wat mij betreft de universiteit een mooie spin in het webrol kunnen vervullen. Hè? Ik denk dat zij zijn de hoeder van kennis en het verder brengen van kennis. Maar ook dat de mensen die daar worden opgeleid ergens een baan vinden en hopelijk ook in de regio. Dus in die zin zou ik dat een logische rol voor de universiteit vinden. Dat voorzie je echt dan voor 2027. Dan bestaat de universiteit 100 jaar. Spin in het web, zeg je al. Maar hoe moet dat er dan concreet uitzien? Nou ja, ik zie het een beetje als een trend die in ieder geval ook in het bedrijfsleven heel erg gaande is. Hè. Dat is het, een bekende term misschien, het agile werken. Hè. Of wij noemen dat ook wel BizDevOps teams. Hè, waar eigenlijk de hele keten vertegenwoordigd is. Hè. En je leidt mensen op omdat je ze wil verrijken. Maar ook omdat ze hopelijk iets met die kennis gaan doen. Ja. En dus is het zo, hè, dus niemand heeft er wat aan om, laten we zeggen, opgesloten in een hok 4 jaar heel veel in zijn brein te stoppen, maar er vervolgens niks mee te kunnen. En ik denk dat wij, net als de universiteit, al wel door de oogharen heen zien dat de banen van vandaag zijn niet de banen van morgen. Nee. En heel veel werk wat wij hebben, wordt eigenlijk overgenomen door technologie. En door data en door artificial intelligence. Nou, ik denk dat de Universiteit van Tilburg, voor zover ik er ook zicht op heb een enorme kwaliteit aan studenten aflevert op het gebied van data. Mm-hmm. Maar goed, iedereen springt op die studenten. Dus het zou best iets zijn, en dat bedoel ik eigenlijk met die ketensamenwerking, als de Universiteit van Tilburg zegt, hey, wij leiden mensen op, we willen de beste data-engineers van Nederland opleiden. Maar we zouden het, hè, ik hoop eigenlijk dat Brabant een klein streepje voor heeft in Tilburg, wat zouden we het fijn vinden als die studenten ook hier in de regio landen en hier dus ook in de regio hun toegevoegde waarde bij de werkgevers gaan tonen. Want dit zijn ook de werkgevers die ervoor zorgen dat deze stad leeft, hè, dat hier arbeidsparticipatie is, dat hier het algemene inkomen, daar heeft de overheid ook een belang bij, dat bewoners van Tilburg hier ook werk kunnen vinden. En dus niet arbeidsmigranten worden naar, dat dit een soort slaapstad wordt. En daar kan ook een universiteit een heel belangrijke bijdrage aan leveren. Zeg je nu eigenlijk dat je op dit moment als grote werkgever in de regio te weinig profijt hebt van het feit dat hier die universiteit in Tilburg zit? Dat er te weinig studenten uiteindelijk bij jou terechtkomen? Te weinig talent? Ja, ik denk het wel. En dat is niet de schuld van de universiteit of de schuld van Interpolis. Het heeft ook te maken met dat je ziet dat
De regio, ik zeg maar even de Randstad, hè, de regio Amsterdam heeft een magnetische aantrekkingskracht op mensen. En je ziet natuurlijk heel vaak, zie je in Groningen ook, zijn echt van die studentensteden. Maar zodra die diploma zeg maar binnen is, dan gaan ze naar daar waar het vertier is en waar de grote werkgevers zitten. Nou, wij zijn denk ik een grote werkgever. Hebben heel veel, ja, wij zijn eigenlijk een dienstverlener en bestaan bij de gratie van data. Ik zou het helemaal niet gek vinden als wij betrokken zouden worden en niet als enige, maar gewoon als een participant, om samen na te denken over wat zijn nou die banen van de toekomst waar we voor opleiden. Hoe zorgen we nou dat we met de technologie die we hebben, zou je eigenlijk verwachten dat we niet studenten krijgen van één studierichting, maar dat veel meer gepersonaliseerd onderwijs wordt, waardoor je ook veel meer kunt tweaken. Ik zou bijna al willen zeggen, nou, ik weet al ongeveer met onze strategie waar het in 2025 naartoe gaat. Mm-hmm. Dus ik kan bijna al een baangarantie afgeven voor iemand die vandaag start met studeren. Ja. Maar dan moeten we het wel even goed samen tweaken. En ik denk dus dat de technologie ons ook in staat stelt om dat te doen, samen. Maar eigenlijk verbaas ik me een beetje, want ik zou denken, waarom gebeurt dit nog niet? Ja. Je bent grote werkgever, ja. Je hebt de universiteit met ontzettend veel kennis, ja. Heel veel talent. Ja. Maar waarom is die koppeling er nog niet? Waar gaat dat op dit moment dan mis? Nou, ik denk dat er wel verbindingen zijn, hè? Wat ik al zei. Ik denk dat wij heel veel proberen gebruik te maken van kennis. En dat vind ik ook echt een groot goed van de Universiteit van Tilburg. Is dat zij heel erg rijk en genereus zijn met hun kennis. Hè? Dus het is... Dat vind ik wel echt voor Tilburg, maar ook voor Brabant. Het is echt een netwerkregio. Dus mensen, het is niet voor wat hoort. Dat mensen snappen gewoon dat je dingen deelt en kennis ook deelt. En dat dat wel weer ergens een keer terugkomt. Hè? Opleiding. Ja, dus eigenlijk de matchmaking die ik net beschrijf. Hè? Ja. Dus wij hebben wel degelijk allerlei gelegenheden om als werkgever onszelf te presenteren. Hè? Mm-hmm. Om iets te vertellen over wie we zijn. Hè? Dan heb je het, maar dat is toch dan een beetje een soort van reclamespot. Ja. Terwijl wat natuurlijk uniek zou zijn is, ga vandaag even doordenkend. Hè? En ik heb de precieze uitvoering niet in beeld. Maar dat je zegt van, hey, als je vandaag op deze opleiding bij Tilburg, in Tilburg, op Tilburg University zeg maar start, dan hebben wij al een stageplaats voor je geregeld. Hè? Ja. En wij hebben ook al geregeld dat je in potentie een jobgarantie hebt op deze en deze plekken. Nou ja, dat zou natuurlijk, laten we zeggen, dan onderscheid je ook qua universiteit weer van andere universiteiten die zeggen, nou, hartstikke bedankt voor de afgelopen 4 jaar. Succes in het leven. Ja. Maar als ik jou zo hoor, ben jij wel een vrouw die dat ooit al eens ergens heeft aangekaart om het op die manier te doen. Ik ben zelf zo'n student geweest. Ik heb zelf alle kansen aangegrepen om echt een stage te gaan lopen en op die manier toch ook de koppeling te maken met het bedrijfsleven. Maar dat is bij een universiteit niet vanzelfsprekend. Voel je dat ook bij Tilburg University, dat nog niet in het DNA zit om het op die manier te doen? Ik denk kennis delen op allerlei manieren heel erg in het DNA zit. Maar dat het aftappen en de keten besturen, en dat ook die verantwoordelijkheid voelen om die keten tussen overheid, onderneming, ik noem maar even de 3 O's, en onderwijs echt te besturen en de grote vraagstukken in een regio samen op te lossen. En dat dat dus ook niet alleen maar kennis vraagt van een bepaald onderwerp, maar ook veel meer andere skills vraagt. Ja. Dat nog wel een rol is, nou, ik noem dat maar even de co-creërende rol. Dat is iets waar de universiteit nog, nou, laten we zeggen, wat mij betreft, nog meer een rol in van mij zou mogen pakken. Ik kan me ook voorstellen dat de universiteit zegt, god, die rol kan jij ook pakken. En terecht. Ja. Hè? Dus maar het is niet de bedoeling dat de 3 O's naar elkaar gaan zitten kijken. Maar ik denk juist doordat het zo'n prachtig kennisinstituut is. En we weten allemaal dat kennis en onderwijs, nou, de drivers hebben we ook weer de afgelopen tijd geleerd met elkaar in de samenleving. De drivers zijn om armoede tegen te gaan. Nou, Tilburg is een, van origine bijvoorbeeld een stad die best wel te maken heeft met ook lagere inkomens. Ja, dan vind ik ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid dat het er wel toe doet waar al die hooggeschoolde mensen die straks een mooi inkomen wellicht gaan genereren, waar die naartoe uitvliegen. Ja. Daar heeft de burgemeester van Tilburg ook belang bij. Maar ik ook. Iedereen. Ja, wij allemaal. Hè? Dus dat netwerk samen ontginnen en dat niet incidenteel doen, maar structureel en daar gewoon bij wijze van spreken voor 10 jaar afspraken over maken, daar ben ik wel voor in de markt, zeg ik dan maar in.
ik heb bij mezelf een beetje het gevoel, mijn handen beginnen te jeuken. Ja. Dat ik denk, ja, maar wacht even, we hebben hier grote spelers, ja, universiteit, prachtige werkgever. Ja. En ze willen wel, maar het gebeurt niet. Ja. Dus het moet, of in ieder geval onvoldoende. Het, hè, moet eigenlijk gewoon nog, het, ja, het is alleen nog even dit, ja, en dan kan er iets heel moois ontstaan. Ja, nou, eigenlijk als... Dat lijkt me een hele mooie ambitie in ieder geval, ja, voor 2027. Ja. Zo gedaan. Zo gedaan. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.